Wat vinden jullie van de wijk hier? Nou, wel leuk. Leuke wijk. Aardige mensen. Wat is er allemaal aan de hand, Jeroen? Het is 1-1-2 dag vandaag. Hoe echt? Dus vandaag hebben we een veiligheidsmiddag. En staan we met alle veiligheidsdiensten hier om iedereen te woord te staan. En vooral te laten zien wat we doen. En mensen mee te nemen in ons werk. Dus zij zit nu in een politievoertuig van ons. Alles is het voertuig. Kijkt ze naast zich, dan ziet ze Jan Willem zitten en die legt nu uit naar welke melding ze toe gaan. Hey, en hoe is het om agent te zijn nu? Het is een beetje raar. Zoals je ziet hebben we ook de wervingsbus bij. Wij zijn echt op zoek naar nieuwe mensen. Alles goed? Ja, met jullie? Ook goed. Hoe is het in de wijk? Rustig. Ja, je hebt altijd wel die rare figuren rond te lopen, dus niet alleen hier. Waarom doen jullie dit? Ja, om de mensen ook weer wat dichter tot de mensen te komen en weer meer contact te hebben met de burger en te laten zien, we zijn er voor jullie, we zijn echt bezig voor jullie. Ja, dat ze kunnen vragen, wat doen jullie precies, wat voor middelen hebben jullie en hoe we ons werk doen. Zodat we ook een beetje van elkaar kunnen ruiken, zullen we maar zeggen. Maar waarom is het belangrijk, vindt u, dat ze hier eventjes zich laten zien? Ja, om de mensen te informeren. Wat komen wij doen? Wij komen de mensen laten zien wat wij bij ons hebben. Iets voor jullie misschien bij de brandweer? Kan. Weet maar nooit. En hoe gaat het bij de kazerne de laatste tijd? Is het druk? Wisselend. De ene keer wel en de andere keer iets minder qua meldingen. Wat voor dingen vallen nou op? Ja, alles wordt wel een stukje veiliger, lijkt wel. Ja. Dus met verplichte rookmelders en dergelijke dingen. Dus sneller gealarmeerd. Minder brand? Ja. Meer katten in de boom? Ja. Mijn vriend zei, kom even langs. En ik kwam even langs kijken. Ik vond dat leuk. Wij zijn hier vandaag eigenlijk wat meer aandacht aan het zorgen dat mensen veilig van huis gaan. Maar eigenlijk veel meer dan dat ook. Het gaat ook om hoe je veilig blijft in de meest normale situaties, zoals op straat of wanneer je s'avonds naar huis toe loopt. Voelt het zich ja, veilig? Als je meer politie op straat ziet of in je omgeving, dan voel ik me zeker veiliger. Ja. Zeker in deze tijd dat je dus iedere dag hoort dat mensen neergestoken worden en alle criminaliteit. En wat vindt u ervan als het vergelijkt met een jaartje 15 geleden? Achteruit gegaan. Ja, mentaliteit is heel erg achteruit gegaan. Maar het is voornamelijk om wat mensen wat meer aandacht te creëren voor het feit dat er toch wel redelijk wat wordt ingebroken. Voornamelijk in de zomer. Maar ook nu juist in de winter is het ook weer belangrijk, want het wordt nu sneller donker. En dat levert dus ook wel wat problemen op en meer mogelijkheden voor dieven om potentieel in te breken. Dit is een tijdschakelaar. Die kunt u in het stopcontact steken. Hoe gaat het in IJsselmonde? Ja, dat weet ik. Dat is een goede vraag. Ja, die ken je, kijk, vooruit ons. Dat zijn lastige vragen. Hebben jullie druk? Hebben we druk? Wij hebben het altijd druk, sowieso. Natuurlijk is het hard werken bij IJsselmonde, maar dat is overal in Rotterdam. Maar in IJsselmonde gaat het over het algemeen. In het algemeen gaat het goed. Gaat de goede kant op. De cijfers die zijn goed. Extra belangrijk dat jullie je nu een beetje laten zien. Ook. Nou, daarom dat we nog meer aanspreekbaar zijn. En dat de mensen ons ook kunnen benaderen en bereiken als ze met zaken zitten. We doen dit vaker. We gaan dit ook vaker doen. Maar nu zeker.